Hey, leuk dat jullie kijken. Je zag het misschien aan de titel, een video over Valentijnsdag. Want het is natuurlijk de week of de weken van Valentijn hier bij Fem. En ik was eigenlijk zelf heel erg benieuwd. Waar komt Valentijnsdag vandaan? Waar de smurfenhuisjes staan. Dus in deze video een aantal weten en feitjes over deze dag van de liefde. En we beginnen maar meteen bij het verhaal. Er waren eens een aantal winkeliers en zij dachten, we willen wat meer geld verdienen, dus we verzinnen Valentijnsdag. Nee hè, nee, dat is niet echt romantisch. Nee, je zou het wel denken, want naar schatting gaan dit jaar zo'n 3,1 miljoen mensen iets doen of iets kopen met Valentijnsdag. Dat betekent 70 miljoen euro extra omzet voor alle winkels. Wow. En Valentijnsdag wordt over de hele wereld, bijna overal wordt het gevierd, maar het is niet overal hetzelfde. Er zijn een aantal landen die eruit springen omdat die het echt anders vieren. Bijvoorbeeld Finland en Estland, die vieren niet de dag van de liefde, maar bij hun heet het op 14 februari Vriendendag. En die gaan gewoon gezellig met hun vrienden de kroeg in. Die gaan gewoon iets leuks doen met hun vrienden. In China wordt het Lovers Festival genoemd. En het wordt niet op 14 februari gevierd, want dat is te dicht bij het Chinese nieuwjaar. Maar het wordt gevierd op de 7e van de 7e maand van het jaar. En dat is dan wel de dag van de liefde. En waarom valt het op die dag? Omdat er dan ook nog een legendarische koeherder wordt herdacht. In India wordt het pas sinds 1992 gevierd. Ze zijn er voornamelijk boeddhistisch, dus Valentijnsdag is meer een christelijk feest. En het komt eigenlijk door MTV dat Valentine's Day daar naartoe is gekomen. En waar ze het misschien nog wel het grappigst vieren, vind ik, is in Zuid-Korea. Want op 14 februari geven de vrouwen daar een doos chocola aan de mannen die ze leuk vinden. Een maand later, dan is het White Day. Dan geven de mannen een cadeau aan de vrouw die ze leuk vinden. En dan weer een maand later, dan is het Black Day. En dan zijn er natuurlijk een hele hoop mensen die helaas niks hebben gekregen van hun geliefde. En die gaan dan rouwen omdat ze single zijn. En dat doen ze door met elkaar uit eten te gaan en dan zwarte noedels te eten. Nou, best wel creatief toch? Dan heb je toch nog een soort van gezellig samen zijn. Maar dan het echte verhaal. Waar komt Valentijnsdag vandaan? Er was eens in een land hier ver vandaan, in Rome, zover is het helemaal niet, in het jaar 269 na Christus, was er een keizer. Hij heette keizer Claudius II en hij was niet zo romantisch, want hij zei, niemand mag meer trouwen. Want hij vond dat soldaten of mannen die single waren, betere soldaten zouden zijn dan getrouwde mannen. Maar gelukkig was daar Sint Valentinus. Hij trouwde stiekem alle verliefde stelletjes. Ja, en natuurlijk kwam na een tijdje die boze keizer erachter. En zijn kop moest eraf, dus hij werd geëxecuteerd. Helaas. En je raadt het misschien al, die dag dat hij werd geëxecuteerd was op 14 februari. En er werd ook nog gezegd dat vlak voor zijn dood had hij een brief geschreven aan de vrouw van wie hij hield. Zij wist het niet, maar hij schreef een liefdesbrief aan haar. En dat ondertekende hij met veel liefs. Jouw Valentijn. En daar schijnt dus het brieven schrijven vandaan te komen en het anonieme idee en dat je het ondertekent met jouw Valentijn. En dat je dan moet raden wie er verliefd op jou is. Ik hoop dat jullie met deze feiten en weetjes een mooi verhaal hebben in de kroeg, op een verjaardag of op je date straks misschien wel. Ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Wat voor dates hebben jullie? Gaan jullie op date met vreemde mannen? Romantische dingen. Ik ben wel benieuwd. Laat me even weten. Laten we hier even over kletsen in de comments. Wat ik ga doen met Valentijnsdag weet ik nog niet helemaal. Ik denk dat ik gewoon een heerlijk diner ga maken voor mijn liefde. En dat we gewoon lekker romantisch tegen elkaar aankruipen op de bank. Ik weet het niet. Een beetje cliché, maar je hoeft ook niet per se de liefde te vieren op Valentijnsdag, vind ik. Je kan het natuurlijk ook gewoon de rest van het jaar ook vieren. Maar het is wel leuk om er even bij stil te staan. Net als bij Dierendag. Niet dat mijn vriend een beest is. Of wel, misschien wel. Ik wens jullie alle liefde toe op Valentijnsdag. Ik hoop dat jullie heel veel brieven mogen ontvangen met jouw Valentijn eronder. En ik zie jullie over een week weer, want dan heb ik een leuke vakantievlog. Die had ik nog gemaakt in Zuid-Afrika, dus die zie je dan. Oké, doei doei! We hate men! We hate men! Hebben we een hekel aan mannen? Nee.